Een supergemakkelijk en heel lekker voorgerechtje. We gaan vijgen vullen met verse geitenkaas. Maar eerst gaan we een dressing maken voor op onze salade. Heel eenvoudig, gewoon een beetje honing. Die we gaan opwerken met een beetje balsamicoazijn. Notenolie, heel belangrijk, want die gaan we ook verwerken in onze geitenkaas. Dan komt dat een beetje terug. En olijfolie. Voilà. Lekker. Nog een beetje op smaak brengen met peper en zout. Flink wat peper. En dan altijd nog een keer proeven. Is goed. Dat gaat zoiets over de salade. Dan gaan we ons vijgjes vullen. We gaan eerst ons vijgjes opensnijden. We snijden ze schoon in vier. Kijk een keer hoe schoon dat die vijg is. Voilà. Hop. Voorzie er een stuk of twee, drie, afhankelijk van hoe groot ze zijn. En dan gaan we onze geitenkaas klaarmaken. Verse geitenkaas die we een beetje op smaak gaan brengen met honing. Zodanig dat daar toch weer terug een klein beetje zoet een toets in komt. Samen met die zuren van die geitenkaas en dat zout. We gaan er gewoon wat nootjes bij doen. Die we op voorhand hebben gehakt. In dit geval echt wel walnoten, want we gebruiken ook walnotenolie. Terug een beetje peper. Een beetje zout. Hop. En dan gaan we daar ook weer olijfolie en notenolie onder mengen. Zodanig dat dat goed smeuig wordt. En dan nog een keer goed wat peterselie erbij. Dit kun je perfect op voorhand doen. Liefst zelfs, want dan trekt die smaak van die noten en die olie lekker in die geitenkaas. Goed fris wegzetten, alvorens dat we dat gaan serveren. Dan gaan we onze dressing op onze salade doen. Hier heb ik frisé salade, notensalade. Het mag een sla zijn die een beetje goed afsmaakt. We gaan er nog een beetje nootjes bij doen. Hè. Ze liggen hier nu toch. We gaan ons vijgjes bovenop de salade leggen. En dan gaan we die opvullen met de verse geitenkaas. Voilà, lekker fris geserveerd. Meer moet dat echt niet zijn.